hè. Hou hem recht. Ja, je doet hem op zijn kop nou, hè. Ik zou het op zijn kop doen. Oh, zieke des, vriend. Volasker, de zacht, bekijk hem gaan. Oh, shotgun. Dit is een mok. Yo, Lenne, we zijn bij Bosman Letters in ja. Bunnik. Die doen altijd onze tuk-tuk. En je zou zeggen, je zei van de week, of van de week had je een hele mooie GTS-T-teaser, had ik. Ja, ja, inderdaad. Hoe de tuk-tuk gaat worden. Nou, hij is nog niet af. Maar hij blijft wel wit. Maar ze hebben hem opnieuw gewit. Omdat er stickerresten en zo. Maar check even hoe hij eruit ziet. Hij shines zo erg dat de camera het bijna niet aan. Ja. Ik zat hier eventjes, deze zal ik even omlaag halen. Want, nou ja, dat zou kunnen, anders ga ik misschien om een... Oh, de dingen zijn eraf. Wel goed voor views. Maar de gameset is eraf. En je ziet het hier al. Mario Maker, hoe vet is dat? En komen er nog allemaal stickers op. En de andere kant niet zien? Ja, de andere kant komt zo. Er komen allemaal stickers op. Dit is de achtersticker. Komt op de achterkant. Deze komen op de deuren. Ja, wil je deze? Ja. Dankjewel. Deze komen op de deuren. Deze twee. En deze komt op de zijkant. Twee keer, op allebei zijkanten. Zeker. En dan gaan we deze kerstvakantie met Mario en Nintendo op pad. Maar zonder Gamersnet. Behalve dit, want dit laten we natuurlijk voor altijd erop zitten. En dan, als we die tour hebben gehad, na de kerstvakantie, dan gaat het er ook weer af. En dan wordt hij helemaal Gamersnet blauw. Dus dat wordt echt fucking vet. En Patrick is nu bezig met de laatste wrapping. Heel goed. Dat doet hij goed. En nu is hij helemaal spikspan. Gewoon echt helemaal witter dan... Parelmoerwit is het. Jongens, aanstaande nou, januari komt een nieuw clubblad uit. En daarvoor hebben wij gratis, als je lid wordt 3 maanden, wordt lid. Een Gamersnet single van het abonneerlied. En er zijn 3 liedjes op. Het abonneerlied, nog een liedje over Half-Life 3 en een liedje over de onschuldige avonturen van Remy de Panda. Dat komt eraan. Anywho, daarvoor deed ik altijd mijn cd'tjes brengen bij een vriend van mij, Geert. Hey Geert, als je kijkt, leuk dat je kijkt. En maar Geert ging verhuizen helemaal naar Oost-Duitsland, naar gewoon het oosten van het land. En die zei, ja, nou, na elke keer voor jou heen en weer dat printer gekloot, wil je hem niet kopen? Ik zei, ja, dat wil ik wel, want ik wil die cd-printer. Nou, zij zei, Peter, waarom wil je een cd-printer? Dat ga ik jullie nu laten zien, want het is een robot. Kijk, kan ik je laten zien, let op. Dit is hem. Ja, het is een beetje weer kaatsing, het is een beetje lastig. Kijk, er zit dus een robotarm op. En die robotarm die pakt dan een cd'tje. En die verplaatst dat cd'tje, dat doet hij dus nu, let op. Ja, ik mag de klep niet openmaken, maar dan gaat hij niet verder. Dat is wel kut. En laat hij hem vallen. En dan heb ik een cd'tje. Oh, kut. Heb ik het nou wel goed gedaan? Kut, ik had er niet aan moeten zitten, denk ik. Kijk, dan pakt hij weer een cd'tje met zijn armpje. Dan tilt hij hem op. En dan schuift hij hem zo weer naar beneden. En dan gaat hij iets bedrukken. Hoe vet is dat? Dit is toch awesome, of niet? Dus ik nu heel erg naar te kijken. Film je mij dan of film je jezelf? Ik film jou. Oké, hoi. Hey. Ik moest. Ja, ik moest van Peter iets gaan lezen. Geen flauw idee wat. Merry Christmas en Happy New Year. Gamersnet.nl met 2 keer het logo. Het oude logo. Daniel wordt boos. Dit is toch het nieuwe logo? Oh, dit is het nieuwe logo. Daniel is blij. Beste Gamersnet, bedankt voor dit mooie gamejaar. Betreffende het mooie nieuws en het geweldige evenementen die jullie georganiseerd hebben. Ik heb heel erg genoten van de GM Bingo met Barbecue, uiteraard. Ik wil jullie bedanken voor een geweldig 2016 en op naar een nieuw jaar. Een jaar vol nieuwe games en heel veel gezelligheid. Zonder jullie zou de gamewereld een geweldige sociale site minder zijn. Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Koen Dame, het Uncreated Koen. Ja, daar... Dat is mooi. Ja, dat is fijn, mooi. Fijn dat het op waardering komt. Dankjewel, Koen. Ja. En er zit een pakje bij. Een paars. Een game is het paars pakje. Ja, inderdaad. Het is voor nieuwe porno logo net, confirmed. Toch? Hij is voor porno net. Nice. Dat is heel... Netjes in de oog. Ik dacht, het is een super verrassing als ik het nou uitpak. En je ziet zo klein beetje, stukje voor stukje wat het is. Maar het zit gewoon in nog een doos. Dus Koen, 1-0 voor jou. Smerig intikkertje alweer. Oh.
pas op, hè. Hou hem recht. Ja, ik... Je doet hem op zijn kop nou, hè. Ik zou het op zijn kop doen. Oh, zieke des, vriend. De laatste keer zag ik hem gaan. Oh, shotgun. Dit is een mok. Fucking vet. Oh, game is leuk. Shotgun. Wat vet, Koen. Dankjewel. Yo, die is echt heel dik. Gamers that love, Gamers that is live. Fucking vet. Ik mis alleen nog koffie, maar die gaat er zo in. En ik shotgun hem voor de rest van mijn leven. Dus pech voor jullie allemaal, jongens. Haha. Kijk het iedereen interesseren. Ja. Vet. Fucking vet. Ik wil nu koffie eruit. Jullie krijgen hem echt niet. Hij is van mij. Nu. Ik heb namelijk Gears of War op en dat is Xbox. En jij bent overgestapt naar PC. Jij bent sowieso al PC. Ja, jij houdt alleen maar van rare Japanse shit. Nou, als ik doe de creamer wel, ja? Hi, welkom terug bij een video van Gamersnet. Nee. Druk alvast op like. We staan hier nu bij bosmanletters.nl. En dat zijn de guys die heel veel dingen voor ons printen. Nou, dat is gewoon één guy, maar hij print heel veel voor ons. En ook de tuk-tuk. En dat is wel interessant, want de tuk-tuk is nou helemaal gerapt. En ik weet niet hoe het eruit gaat zien, maar hij is parelmoerwit, hoor ik. Dus kom met ons mee. Druk alvast op like als je ook benieuwd bent. Dit is wel sexy. Hier kan hij staan. Oh, hij is echt super lief is die. Maar wacht, dit gaat straks open. Ja, die zal ik er leven op de weg. Ah. Oh, die zit er nog wel op. Die is gewoon van ons. Dat is een magneet. Die moet eigenlijk van de andere kant. Dat is leuker voor de verdeling. Zo. Hier plakt hij wel, in tegenstelling tot... Kijk hem gaan, joh. Ah, dit is wel vet. Zit hier ook nog iets onder? Is dat ja, je kan hem open doen. Ja, maar hier zit dezelfde als de vorige keer, maar in deze zit een ander. Draai die ook? Draai. Ja. Goed ie. Oh wauw, dit is echt heel sexy. Nice! Maar de andere kant is Mario Kart, geloof ik. De andere kant is Mario Kart. Mario Kart is super lekker. Het is wel heel Nintendo approved. Dus die krijgt me meteen copyright strike van Nintendo, want dat mag niet in video's en zo. Doet! Huur ons hiervoor in. Ja, oké, dat is waar. Gearriveerd in fucking Lelystad. Gewoon de tuk-tuk staat er gewoon nu. Maar Lennart is hem nu aan het schoonmaken. Gaat het goed, Len? Ja hoor. Ja, hè? En we staan hier zelf niet vandaag, want we hebben een Nintendo promotieteam. Dus wij komen eigenlijk die tuk-tuk alleen maar brengen en halen. Want Nintendo heeft zelf mensen nu voor dit event. Dus, of dit event, deze tour. Dus Lelystad vandaag, hoe ver is dat? Hij gaat niet meemaken, maar hij zit er gewoon op geen excuus. Nou, de dag is weer voorbij. Het is weer voorbij, die mooie dag. We komen de tuk-tuk weer ophalen. Want er is een super mooie creatie gemaakt hier voorop. Check hem. Oh, mijn leuke magneetjes. Kijk, zit logo. Dus, en de volgende trip is 29 december in... Zoetermeer. Zoetermeer. Is dat Zoetermeer? Je zei iets met Zoetermeer. Zoetermeer. Of Arnhem of Eindhoven. Nee, dat is in januari pas. Oh, oké. Okay. Zoetermeer. Ik ben je PA. Nou, leuk. Dankjewel, PA. Ricardo en mijn hart worden verwarmd met hagelslag en wat is dat andere? Ja, dat is paté. Paté, is die nog goed? Ik zou hem wegflikkeren. Anywho, want we krijgen zoveel kerstkaarten. Bedankt. Ik heb het idee dat omdat we het vloggen het ook wel stimuleren. Hoeft niet voor kerst, maar ook voor nieuwjaar, hè. We hebben superveel kaarten binnen van allemaal bezoekers. We hebben er hier... Oh, dit is niet van een bezoeker, dit is van een uitgever. We hebben hier twee van twee Nicks hebben we kaartjes. Deze kaartjes hebben we niet Nick meneer en van Hydraxo Nick. En we hebben een kaartje van Michael, die had ik al getweet. Dit is wel heel leuk, dit is van MSI, want die sturen niet alleen een kerstkaart. Die sturen een hele goodiebag. Om weg te geven? Nee. Met een opblaasbare opblaaspop. Dat zal wel vet zijn. Een boekje, dat is heel leuk. En ja, ik draag heel vaak een MSI pet, hè, deze. Maar ik zie dat ik een nieuwe heb. Ik vind het best wel cool, want er staat de dragon op namelijk. Au, alleen mijn hoofd is natuurlijk weer veel te groot. Kijk maar gaan. Oeh, ben ik nou net, hoe heet het? Je bent wel gangster. Ik ben onwijs vlogger nu. Ja. Hoe vet is dat? Maar daar zat je YouTube carrière. Ja, nou ja, die is eigenlijk al. En dat is een, hoe heet die ook weer? De plush. Ik kan het 100 keer zeggen, hij staat daar ook. Maar wel aardig. Sorry MSI, ik ben het vergeten. En er zit ook iets heel zwaars in. Ik leg jullie even neer, sorry. Lucky heet hij, Lucky. Lucky? Ja. Ben er nog hoor, wees niet bang.
Wow, dit is echt fucking slecht dat we dit krijgen, want het is zo op. Check dit. Hoe lang gaat hij mee, denk je? Pot snoep. Ik denk dat drie dagen? 2016 moet hij nog wel op kunnen. Oud-Hollandse mix. Hollandische mixshoe. Die kaneelkussentjes. Nice. Fucking lekker. Maar ja, we kunnen het hebben, Ricardo. Ja.